En nu komt de reclame. Jumbo, sta je als vierde in de rij, dan komt er een kassa bij. En al je boodschappen zijn gebaald. Hallo Jumbo. Hallo Jumbo. Die kringlopen zijn natuurlijk leuk, maar ik heb gehoord dat de aarde opwarmt. Hoe kan dat? Ik vraag het aan een kind van de klas. Oh, daar is volgens mij een kind van de kruisgroepsentijdschool. Hoi Sydney, ik heb een vraagje voor je. Wat dan? Hoe komt het dat de aarde opwarmt? Dat komt omdat de dampkring steeds dikker wordt en de ozonlaag steeds dunner. Doordat er vervuiling is. De warmte komt makkelijker binnen door de dampkring, komt het er niet makkelijk uit. Oké, en hoe zit het dan met de regen, zon en water? En hoe blijft het dan steeds? Het moet ooit opraken, toch? Dat zie je allemaal in ons filmpje. Oh, oké. Nu zijn we bezig met het openmaken. Van het? Zo laten we zien hoe het warmte van de aarde eigenlijk een beetje werkt. Dit zijn buisjes en dit is voor de inkt. Daar is de inkt. Nu hij is leeg. Slijm. Ik ga even kijken wat we nu moeten doen. Oké, we hebben alles. Oké, deze moeten we hebben. Dan moeten we lijm in doen. Dan moeten we de buis aanlijmen. Jij de lijm of doe ik de lijm? Ik doe de lijm wel. Oké. Kijk, en dan moet het er zo uit. Zo moeten we beginnen. Oké. Nou, dan gaan ze beginnen hoor. Oh. En voorzichtig. Ja. En ja. Deze kant. En deze kant. Kijk, en dan moeten we. Zo. Die moet hier. En die moet hier. En die hier. Zo. En dan moeten we deze even laten drogen. Deze en deze. Ja. Ja. Dan doen we deze moet zo. En dan moet die even aan. Kijk hoe ligt die? Die ligt zo. Zo. Moeten we zo nemen. En dan moeten we het laatste stuk pakken. Moeten we deze hebben? Druk bezig.
En die. En dan moet en dan de andere kant lijmen. Ja, we moeten hem eraan vastmaken. Even kijken. Nu nog laten drogen. Ja, hoe lang moet hij drogen? 15 minuten. 15 minuten. We hebben 15 minuten gewacht. Kijken wat we nu moeten doen. Oké. Hebben we allemaal? Vul de testbuis met koud water. Oké, dat gaan we doen. En hij is vol. Even kijken, nu moeten we er een klein beetje inkt bij doen. Oké, Nee. Stop de inkt er maar in. Ik net bloed. Ja. Nou even. Oké, het gaat naar beneden. Omdat het koud water is. Ja, en koud komt door daalt. De waterkracht. Ja, onze waterkracht gaat altijd naar beneden. Nu moeten we hier zo vasthouden. Kijk. Nou, ik zie nog niks. Misschien moet je even wachten. Dat duurt nog een tijdje. Wil je hem even vasthouden? Ja. Want misschien moet ik even mijn handen drogen. Komt er al wat rood? Ja, hierboven komt het rood. Hoe zou dat komen? Ik denk... Oh, zeg je omdat maar. Warmte omhoog gaat en koud daalt. Ja, maar als het dus als dit, de warmte van Cindy's hand gaat dus omhoog. Ja. Ja. En als je hem dan weer loslaat, gaat het weer naar beneden. Oh, en daar gaat ook al het inkt een beetje weg. Daaronder. Ja, hier zo ja. Gaat het een beetje. Komt nu daar. Komt nu boven. Door Cindy's warmtehand. Maar als haar warmte weg is, gaat het weer naar beneden. Dat is net zoals bij het ecosysteem. Ja. Als het dus warm weer wordt door de zon, dan gaat al het regen dampt op. Ja. Gaat naar boven. En dan wordt het weer koud van boven. En dan gaat het weer regenen. Actie. Dit was dus ons proefje. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Oh, nu snap ik het. Het heeft met water te maken, hè? Ja, precies. De regen valt in het water en verdampt door de warmte van de zon. En dan wordt het water wolken en het wordt steeds kouder. En dan is het zo koud dat het zwaar wordt en het valt naar beneden. Zo werkt dat. Ik snap het. Dankjewel, Cindy. Doei. Doei. De verandering van de aarde komt ook deels van ruimtevaart. De rook van de raket vervuilt de aarde en als je dat doet, dan sterven er heel veel dieren uit en verandert de aarde. En ik heb geleerd hoe het komt dat de aarde opwarmt doordat er vervuiling is op de aarde. En dan wordt de dampkring groter en komt er weinig zonlicht. En ook door de vervuiling wordt de ozonlaag kleiner en komt er meer zonlicht binnen. We gaan nu naar professor Tok. Hallo, ik ben professor Tok. Ik wil wat weten. Wat wil je weten? Ik wil graag weten wat ecosystemen zijn. Ecosysteem is eigenlijk alles wat met de natuur te maken heeft. Zoals een kringloop. Wat is een kringloop? Nou, een kringloop is in dit geval een soort voedselketen. Wat is een voedselketen? Dat is een manier zoals... Wacht eens even. Kijk,
mineralen. En die wordt opgegeten dus. Door ze wordt vervangt. Die kringlopen zijn natuurlijk leuk. Maar ik heb gehoord dat eigenlijk... We hebben vandaag twee dingen geleerd. Ik heb geleerd wat een, dat als een... Oh, nu snap ik het. Het heeft te maken met het water, hè? Ja, de, precies. De regen valt in het water en verdampt door de warmte van de zon. Je zat er helemaal te vinden. Dit was onze klokhuisaflevering. We hopen dat jullie het leuk vinden. Doei! Doei! Vroeger had je maar één strand en één oceaan. Maar door de wisselingen is dat uit elkaar gegaan. En daardoor hebben we nu allemaal andere landen en allemaal verschillende oceanen. Het eet plankton en die wordt weer opgegeten door een middelmatig vis. En die weer door een haai. En die haai poept het er weer uit. Deze poep is voedsel voor plankton. En zo gaat het maar weer door. Het meeste water is te vinden in oceanen. Wel 97%. De rest zit in de aardbodem. En in rivieren en meren. Water kan dus vloeibaar zijn, gasvorm of bevroren. Water bevriest en wordt ijs of het verdampt en wordt water. We hebben net een proefje gedaan en om te beginnen heb je een buis nodig. En daar doe je wat water in. En dan doe je er iets een beetje inkt in. En dan zie je dat de inkt vanaf hier zo komt. En dan komt hij daar en zo. En dus door de warmte van je hand stijgt de inkt op. De atmosfeer. De atmosfeer is een gasvormige laag die om de aarde heen ligt. De atmosfeer bestaat uit stikstof. Om wel 78% en zuurstof, dat is bijna 21%, aangevuld met sporen van waterdamp. En de atmosfeer beschermt het aardoppervlak doordat de kleine meteorieten die op de aarde inslaan door de wrijving verbranden. Hier ligt Nederland, is best heel klein. En in de atmosfeer, dat ademen wij eigenlijk in, zodat, wat anders, ja dat is eigenlijk wat je in en uitademt, zodat je blijft leven. Nou, hoe werkt de kringloop eigenlijk? Eerst verdampt water, de waterdamp stijgt op en terwijl die stijgt, komt het weer af. De kleine druppeltjes worden een wolk. De wolk gaat langs de heining omhoog en koelen af totdat er zoveel druppels in de wolk zitten dat ze eruit vallen. En dan gaat het regenen en sneeuwen. En dan komt het in rivieren en zeeën terecht. Hier zie je de rivieren en zeeën zo. Of oceanen. Olie in de zee. Olie is natuurlijk brandstof. Maar is ook heel schadelijk voor het milieu. Wanneer een olieramp komt in de zee lekt, regen al en de zee reageren al die stoffen en op verschillende manieren. Lucht, bestandeleden leven snel, maar de zwaardere van bestanddelen blijven open. In het ergste geval bedekken zij de zee
en kunt met olie waardoor duizenden vogels en andere dieren doodgaan die in de zee leven. En dat is natuurlijk het zonde, want dieren die moeten ook een leven hebben. In dit soort gevallen, in deze olierampen, het milieu en de economie belasten. En dat is natuurlijk een beetje lastig als het in de zee is, want dan zie je dat al die dieren doodgaan en die willen natuurlijk ook een goed leven. 4,5 miljard jaar geleden was de planeet nog jong. Er was geen water, maar wel water dat opgelost ingesmolten gesteen onder de aarde komt. Door de vulkaanuitbarsting is er lucht, toch komt te water. En nu is Nederland hier zo. En hier zie je alles naast Nederland. De aarde is van ons en dit is de aarde en dit is de zon en dit draait er dan zo omheen. Als het bij ons, hier bovenin ergens, zomer is het in Australië winter. Maar als het in Australië winter is, is het bij ons zomer. Dus zo zit het hier bij. Dit is de aarde en dit is de maan. Je hebt net gezien dat de aarde om de zon draait, maar de maan die draait weer om de aarde. Waarom komt het dat de maan licht geeft op de aarde? Daarvoor heb je weer de zon. De zon die is achter de maan en die geeft daardoor licht. Dit is onze aflevering Klokhuis. We hopen dat jullie ervan genoten en het leerzaam vonden en het leuk vonden. Doei! Buisje, we hebben er water mee gedaan en nu gaan we er straks inkt in doen en door dat inkt dan gaat dat inkt naar beneden door de zwaartekracht. Dus als ik mijn hand hier hou, gaat het na een poosje omhoog en dat komt omdat het hier warm wordt. Oké, ik doe het maar dan in. Oké, kijk, hier zo, dit komt door de zwaartekracht. En zo meteen zul je zien dat het hier omhoog gaat. En hier ook. Ga je handen nou wat doen. We zitten hier in een gymzaal, maar er is hier heel veel van hout gemaakt. Zoals deze kast, het wandwerk, de deuren, die hele wand daar. Deze banken ook. En heel veel, zo zie je dat heel veel voorwerpen van hout zijn is gemaakt. Dat is mijn oma. Dat eerste oma is af. Oké. Oké.
gedaan. Toen ben je hier in het midden. En ook in Indonesië helemaal hier. En het wordt steeds iets minder. Vandaag bij het Klokhuis hebben we dokter Hondo te gast en hij gaat uitleggen over het systeem. Gaat het goed of niet? Hallo dokter Hondo, hoe zit het nou eigenlijk met het ecosysteem? Hallo, ik ben dokter Hondo. Omdat er heel veel gekapt wordt aan de tropische bossen, gaat het niet zo goed met de dieren. Ecosystemen die gaan weg. En veel dieren die sterven daardoor ook weer uit. Nou, ik zal jullie uitleggen wat een ecosysteem is. Een ecosysteem is net een hamburger. Je hebt hier de onderkant en daarna komt de hamburger. Dan komt er weer de sla en dan weer de tomaten. En daar komt weer een laagje saus op. En daarna weer de bovenkant van de burger. Nou, dat is dus ongeveer een voedselkring. Dokter Hondo, dat is helemaal niet zo. Is een voedselkring. Hallo, we hadden wat technische problemen. Maar, even weer op gang komen. Een voedselkring is een kring van dieren die elkaar eten. Bijvoorbeeld, een konijn eet gras, een vos eet het konijn. En een beer eet weer een vos. En die beer, die gaat weer dood en wordt compost voor de grond. Oh, echt waar? Omdat er veel mensen in auto's rijden, stoot ze heel veel CO2 uit. Dat tast de ozonlaag aan. De ozonlaag zorgt ervoor dat er niet te veel zonlicht op aarde komt. Of dat het 30 graden wordt. Dan sterven er heel veel dieren uit. Dan vallen de ecosystemen uit elkaar. Ook smelt het poolijs, waardoor de zee overstromen en het land onder water komt te staan. Ja, dat bedoelde ik ook hoor. Dat bedoelde ik echt. Precies wat ik zei. We laten ook nog een filmpje zien over hoe warme lucht opstaat en koude lucht daalt. Ik zat bijna zo. Maar is er niet op het hallo, doe het serieus. Oké, dit is op het of niet? Zo is wel goed.